Well, people, welcome all to the finals. Finals of the AB class TT tournament from Assen in the north of Netherlands. My name is Marco Lenman. I will do the commentary today. And we got a top 20 here. And on top is Erwin Victory, 14-34. A really huge course here this week. And number 20, the cutoff is 13-40. They're also plays, they got some bonus. So it's 5 games they play now, and they take the scores from the qualification round to the final, so not everybody goes on zero. Well, hopefully you will enjoy this stream, and we'll do more commentary in Dutch because we got a lot of Dutch views here. So enjoy, and I'll speak to you later. Goedenavond, dames en heren. We kijken dus naar de finale AB-klasse van het TT-toernooi in Assen. Tevens de laatste stop van de Dutch Bowling Tour. De NBF Dutch Bowling Tour. En volgende week gaan we daar de finales van zien. Ik zal kijken of ik de livestream daarvan kan doen, omdat het nog aardig vroeg begint, zeg maar. Daar gaan we natuurlijk weer het best voor doen. Nu is deze finale. Top 20 en de nummer 20, de cut-off, was Harry Sanders. Die had 13-40, dus het is een cut-off van gemiddeld 223 gemiddeld. Dus het is nogal wat. De nummer 1, Erwin Victory, gooide 1434, 239 gemiddeld. Had wel bonus, maar dan nog gooide onder andere een 289 game in zijn vijfde game. We hebben alleen nog geen 300 game gehad deze week hier. Wel een 290, dat weet ik wel in de voorrondes. Door Ben Gruizinga, de zesde game van Ben, was een 290. Staat ook in deze finale. En hopelijk gaan we natuurlijk nu wel een 300 zien. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn om die in de finale te gooien. De finale gaat over 5 games. Ze nemen de scores dus mee van de voorronde. Gaan dus niet op 0. Alle scores worden meegenomen, ook de bonussen die ze krijgen. Nou, we zijn net zojuist begonnen dus met de eerste game, dus er is nog weinig te melden, zeg maar. En zodra ik weer wat te melden heb, kom ik zeker bij jullie terug. Dat laat ik ook zeker weten. Ik zou zeggen, geniet ervan van deze stream. Hebben jullie ook problemen of is er iets niet goed of zo? Geef zo'n feedback. Kunnen we graag gebruiken, dan zal ik kijken wat ik eraan kan doen. Hier loopt het allemaal prima. Bij jullie thuis hopelijk ook. Ik kom zo bij jullie terug en ik zou zeggen, have fun.
staat het wel te doen. Ja, daarom. Hij doet zo makkelijk. Den Haag was toen gooi je 2,99 pin 9. Altijd pin 9. Altijd pin 9. Jerry gooit tenminste 12 altijd ballen. Altijd strijken. Hop, hey, Jerry. Wat is over de foutlijn? Bepaalde beurt. Als je 300 kan gooien. En had je vorige keer, zei Lammers voor, dat je dat een keer had. Nee, strijk ze over de foutlijn of zo. Oké, mensen, we zijn dus nu bezig met de eerste game van die finale TT-toernooi Assen. En naast me aangeschoven de winnares van gisteren van de CD-klasse, Dominique Beverdam. Dominique, welkom. Hoi. Nou, ik zal eerst maar zeggen gefeliciteerd met je overwinning van gisteren. Het was natuurlijk geweldig dat je dat toernooi wist te winnen. En vertel er eens wat over. Hoe voel je je na zo'n overwinning? Dat moet wel heel erg gaaf zijn, denk ik, of niet? Ja, dat is het ook wel. Ja? Hey, verder, wel even doen we weten welke bal heb je gespeeld. Dat is natuurlijk leuk voor de mensen thuis. De DV8 van Hellraiser. De Hellraiser, oké. Okay. En welke lijn heb je gespeeld? Tweede arrow. Rond de tweede arrow, zeg maar. Ja, het is 1-2. Ja. Nou, voor degenen die het niet weten. Dominique is de dochter van onze bekende Bert Beverdam, die de meeste mensen wel kennen in Nederland.
Je speelt in Veendam, hè, dacht ik, hè? Ja. Eens even kijken, want Bert staat natuurlijk ook niet op de baan. Eens even kijken vanaf hier of we kunnen zien wat Bert aan het doen is. Drie strijk zien we staan. Spare, spare, strijk. Open. Wow, wel aardig, denk ik. Het was de eerste game van de vijf, dus er kan nog van alles gebeuren. Zeg Dominic, hoe oud ben je eigenlijk als vrouw? Maar gisteren vroeg iemand me dat. Ik wist het zelf echt niet. Dus 14 jaar. 14 jaar. Kijk, en dan al meteen een toernooitje hier in Nederland winnen. Dat is het begin, hè, zullen we maar zeggen. Dat is ongeveer wel, ja. Voor degenen die het gemist hebben trouwens, hij is terug te zien. De finale CD-klasse op Ustream, Dutch Bowling TV. Je kunt hem gewoon terugvinden. Als het goed is, bij de ene is het aan de zijkant, bij de andere aan de onderkant bij het schermpje. Als je erin op de site binnenkomt, zeg maar. Nou, we zitten nu dus in Assen, het meest noorden van Nederland zo'n beetje. En ik zit hier een beetje de rond te kijken en toch wel heel veel mensen uit het noorden ook in die finale, niet? Jawel, jawel hè, ja. Wel aardig wat. Harry Sanders, Nicole Sanders, komen allemaal een beetje uit de buurt. Joshua Schuurman. Ja, Jeffrey King was ik hier. Ben Gruisinga. Nicole Sanders. Ja. Bert natuurlijk, Bert Beverdam. Even kijken, Erik Holvas, komt er ook uit deze buurt? Dat weet ik niet eens. Ik ken hem verder eens niet. Harderwijk, zegt iemand hier. Erik Holvas komt dus uit Harderwijk. Nou, we hebben nog Michel Stinnissen hier zo. Komt meer uit het uit Rotterdam, dus meer het westen. We zitten inmiddels in frame 9. Eens even kijken of we nog een beetje high games kunnen zien hier. Michel Baars gooit wel aardig. Aardige start van hem. Jeroen Grover ook wel. Nee. Michael Sassen natuurlijk ook. Daar zit zo'n microfoontje aan. Sassen die kan gaan voor 2,79. En Sassen die heeft de beste start hier. 3 strijks, 9 spare, 4 strijks. Gaat nu met zijn 9e frame beginnen. Kan dus 2,79 gooien. Michael Sassen stond 13e, 13,53. Staat dus zeg maar zo'n 90 pins achter op de nummer 1. En nou, zo'n high game, dan kun je toch aardig wat terugkomen. Dat hebben we gisteren trouwens ook gezien. Bij jou in de buurt stond een jongen, die gooide ook in één keer 2,79, Dominic. En die kwam toch wel aardig dichtbij. Ja, die kwam heel dichtbij in de buurt. Maar ja, je stond zelf al zo'n 120 pins denk ik voor in die vijfde game. Ja, zoiets. 100 of 120. Ja. Terwijl we hier zien Erik Kok, good old Erik Kok, staat weer in de finale hier en een strijk voor hem. We hebben al een game, Jeffrey King maar 241, die weten we al. Eens kijken of er nog meer mensen klaar zijn. Nee, iedereen voor de rest nog bezig. Michael Sassen overigens nou een 9. Solid 9.
En een spare. Kan nog op 2. 58 komen totaal. Baan 10 zijn zo klaar. Kun jij het zien, Dominic, wat ze daar gescoord hebben? Ik kan het niet goed zien vanaf hier. Het is een beetje ver vanaf ons trouwens. 170 geloof ik. Zoiets. Bert ja, Beveman. Bert hè. Bert ja. Beveman 170. Ja, die hebben we dus ook. Ja, we zitten hier dus zelf achter de banen 4 en 5. Dus excuses dat we niet de scores kunnen opnoemen van baan 10. Bert Beveman was nog niet klaar. Huh? 9e frame. Ja. Nou, in ieder geval Sven Steenbergers is wel klaar, 194. Die weten we ook. En dan gaan we zo eens even kijken wat de top 3 is na 1 gespeelde game in de finale. Top 3 was voor de finale Erwin Victory 14-34. Daarachter Piet Hoekstra 14-07 en Frits Stuut 14-03. Maar Frits hier heeft het erg moeilijk. Hij heeft nu al 4 opens, wat zelfs 5 opens. 6. Ja, 6 zelfs, ja. Inderdaad. Frits komt nu op 138. Ja, die gaat zeker weten zakken. Dat kan niet anders. Dus we krijgen sowieso een nieuwe top 3 na de eerste game. Vierde stond Nicole Sanders, 14-01. Vijfde was Sven Steenbekkers, 13-89. Daarachter Michel Stinnissen, 13-85. Arend Schokken had 13-84 naar de voorronde. Jochen Grover 13-83. Bert Beverdam 13-80. Jeffrey Kingma 13-79. Gijs van der Vlis ook 13-79. Erik Holvast 13-64. Michael Sasse en Simone Boostra hadden 13-53. Fried Tinninger 13-52. Ben Gruijsinga 13-51. Erik Kok 13-50. Joshua Schuurman 13-48, Michel Baas 13-47 en Harry Sanders 13-40. Ja, het zit allemaal heel kort bij elkaar. Eigenlijk vanaf nummer 6 tot en met nummer 20. Er zit maar zo'n 45 punten verschil tussen. En met 5 games te gaan, dan kan dus echt van alles nog veranderen. Dus het is nog lang niet gelopen hier. Ja, Frits Stuut dus 138, Michel Baas 227. Jeroen Groof 2-9. Inderdaad. Eens kijken of we voor de rest nog wat kunnen zien. Het lijkt erop dat Bert Beveland nu dus 180 heeft. 190. Als ze in de 10e frame zitten. 190. Ja, oké. Okay. Het is Bert 190. We kijken even naar Fried. Die gooit nu ook zijn laatste bal. 177. 177 voor Fried. Noteren we ook. Piet Hoekstra 226 weten we ook. De leider naar de voorronde is Erwin Victory 221, dat weten we ook. En Simone Boonstra 187. Gijs van der Vlist, 168. Michael Sasse, 248. Erik Holvast, 172. Ja, 172 voor hem. En nu nog aan de bal Nicole Sanders. Op baan 8.
De Big Five voor haar. Nou, die zal wel gaan voor 3 pins. Dus dan zal ze op 194 uitkomen. Dat is na 1 game. Nou, we gaan zo even kijken of ik wat scores kan krijgen. Of dat we er weer na 2 games krijgen. Dat kregen we gisteren trouwens ook. Na 2 gespeelde games of na 3 gespeelde games. Dan krijg je dus echt een tussenstand. En dan... We hebben nog weer wat 200 games te melden. Als jullie toch gaan wisselen. Komen we zo in ieder geval weer terug als we wat te melden hebben. Maar Dominic, bedankt voor eventjes dat je even bij ons wil zitten bij de livestream. Ja hoor. Ik zou zeggen, blijf genieten van je overwinning. Gebeurt niet wekelijks, hè? Nee. Nou, zo te horen is toch Michael Sasse de hoogste game nu. En Jeffrey King maar 2,41 kort daarachter, dus ja. Maar zoals ik al zei in deze finale, alles is nog mogelijk. Alles is open. En nu helemaal. Maar de leider, Erwin Victorie, pakt toch zijn 2,20. Hij heeft ook bonus, dus... ...13 pins bonus, dus ja. Dus in principe toch weer 2,34 erbij. Normaal gesproken wel aan. Ja,
en? Ik moet morgen pas de bowlen. Landelijke finales van regio-kampioenschappen. Daar moet je Berlijn bowlen. Jij wordt in Duitsland. Ja, Bundesliga. Oké, dames en heren, we hebben de tussenstanden na één gespeelde game. En bij deze dus alleen de top 3 lezen we op. Op de eerste plaats blijven staan Erwin Victory. Had een voorronde van 14-34, had een game van 2-21 met 13 bonus, is totaal 16-68 nu. En 2 Piet Hoekstra met 14-07 voorronde, bonus van 8. 2-26 als game en nu 16-41, dus ja, heel dicht daarbij. Er zitten maar 27 pins verschil tussen, dus het zegt nog helemaal niks. Er is nog niks beslist hier. En op 3 nu Jeffrey Kingma, een nieuwe nummer 3. Voorronde 13-79, gooide 2-41. Bonus 16 komt uit op 16-36. Nou, 4 en 5 Michel Stinnissen, 16-17 en 16-16 Arend Schokken nu momenteel. Nummer 20 nu Erik Holvast, staat nu totaal 15-01. Mochten er nog bijzonderheden zijn, natuurlijk, kom ik natuurlijk weer bij u terug. Maar sowieso de tweede game. En dan gaat Dominic denk ik eventjes voor ons voorlezen, dan niet. Dus dat komt helemaal goed. Tot dan.
mijn computer en laptop die staan allebei. Als ik in Duitsland, daar wonen. Morgen moet ik spelen. Ik heb een goede bal.
echt niks. Goudvis. Hey, dat is wel een hoog niveau, zeg, van een goudvis. Nee, een goudvis die zwemt 1 seconde rond zo, die heeft 2 seconden zo en dan is het weer vergeten. Dus dan begin je helemaal weer opnieuw. Ja, goudvis kan maar 2 seconden iets onthouden. Red jij dat dan 2 seconden al? Ja, want ik weet nog net hoe ik mijn band moet hebben. Net, en dan is het weer weg. We hebben steeds een verstand van een goudvis. Hey, gedraag je ook zo? Gaan in een goudvis. Gewoon in een goudvis. Goed, de tweede game zit er ook alweer op. Jullie kunnen weer wisselen, baan 10 gaat naar 6 en 5 gaat naar 1. Ja,
even lekker rustig. De 200 games. Simone Boonstra 240. Kevin Victorie 212. Michel Stinnissen 204. Michel Baars 233. Ben Gruizega 244. Josia Schuurman 227. Michel Baars 233. Sven Steenbekkers 213. Riet Denninger 200. Harry Sanders 206. Erik Holvaars 245. Als je de juiste raam erboven staat, kunnen jullie doorgaan met Kenny. Thank you.
Thank you.
zo. We zitten nu bijna aan het einde. Of althans, sommige mensen bijna aan het einde van de tweede game. En we zien op baan 1 Jeroen Grove. Front 8, oftewel 8 strijks op rij. Dus misschien gaan we dan toch nog een 300 game hier meemaken. Wie weet. Jeffrey King, maar trouwens doet het ook goed. 3 strijks, 1 open en daarna alleen maar strijks. Tot in de 11e frame. En kan op 2,62 komen. Nee, zelfs 2,72 volgens mij. Als ik zo zie, of 2,62. Even kijken, 2,62 kan hij nog komen. Dat is ook niet mis. En Jeffrey Stone is net nog derde, dus die gaat zeker weten klimmen zo meteen. Maar we wachten nog steeds op de standen hier na 2 gespeelde games. Dan weten we echt hoe de zaken er een beetje voor staan. Dus. Maar eerst even kijken naar baan 1, want helaas is dat buiten uw beeld. Ja, u kunt een heel klein beetje ervan zien nu, de meest linkse baan zeg maar. Aan de muurkant. En dat gaat nu gebeuren, Jeroen Grove. Als die weer een strijk weet te gooien, dan zou dat betekenen 9 op rij. En dan zijn we echt dicht bij een 300. Het is een lucky, maar het zijn er wel 9. 9 strijks op rij, Jeroen Grove. Michel Baas aan de bal op baan 1, net voor Jeroen Grove. In de 10e beurt gooit een strijk. En Michel kan ook een 2, als hij hem uitstrijkt, 2,57 gooien. Ja, dat zijn toch wel hoge campjes. Ik zie hier ook Frits Tuut. Als die hem weet uit te strijken, die hoeft er ook nog maar 2 te gooien. Dan zou het betekenen 2,79. Dus we gaan nu toch een paar high games zien hier zo. Ik zie iemand hier trouwens in de chat, die heeft al het probleem dat het beeld op zwart gaat. Dus ik wil eigenlijk weten van de andere mensen of jullie dat ook hebben. Ik vind het erg vreemd, want ik hoor eigenlijk niemand erover. Ik heb vandaag ook de hele tijd gekeken zelf op mijn iPhone en dat was allemaal prima. Loopt perfect de stream, dus ik zie hier totaal geen fouten, niks. Dus ik zou graag wat feedback willen hebben van jullie of dat bij jullie ook zo is. Ik zou zeggen in ieder geval even helemaal internet even uitzetten en opnieuw alles opstarten. Misschien het beste. Ik moet wel zeggen, ik had wel dat Ustream hier zelf bij mij ook uitviel. Dat was heel raar, maar... Ja, sowieso Flash Player altijd updaten. Wil je de livestream goed kunnen volgen? Dat is sowieso een vereiste. En we hebben hier een 2,79 mensen. Frits Stuut op baan 5. 2,79. En eens even kijken wat Michel en Jeroen daar doen op baan 1. Want die zijn echt aan het knallen. De ene strijkt naar de andere strijk. En Michel strijkt hem uit en heeft 2,57. En nu natuurlijk de moment. Kijken of Jeroen het weet te flikken om hier een 300 te gooien. Ik zie trouwens ook Ben Gruizinga, 2,36. En Simone Boonstra, die zien we hier ook in beeld. Die zo moet gooien met een strijk, komt ze op 2,58. Dus de high games gaan er toch wel komen. Van dit strijk voor Simone Boonstra 2,58.
toch wel wat 250-plussers hier nu. In ieder geval. En we zijn nog niet klaar, want er zijn nog een aantal mensen bezig. En nu Jeroen Grove, baan 1. Eens kijken wat er gebeurt. Oh, keihard solid 9. Oi, 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 jammer. Helaas dus geen 300 weer. Na twee games. Wel dus een 2,79. En Jeroen met een strijk ook op 2,79. Staat nu op een spare. Ja, dan gaan we ook absoluut weer verschuivingen krijgen in de stand. Dat kan niet missen. Jeroen gooit een 6, 2,75 voor Jeroen Grove. Nou, Joshua Schuurman nog op baan 2. Ook net iets buiten uw beeld, aan de linkerkant van de palen. En als die een strijk gooit. Het is een strijk, 2,44 voor Joshua Schuurman. En dus ook Bent Gruisingaar 2,44 op dezelfde baan. Kijken we even wat verder wat de rest gegooid heeft. Jeffrey King, maar weten we dus 2,62. Dat is ook niet mis. Ik kan alleen niet goed zien wat Michael Sasse heeft. Maar als ik zo kijk. 2,68 Michael Sasse. Nou, kijk, dat zijn hier toch wel even heel wat high games. En we gaan nou dus echt een hele andere stand krijgen. Ik heb trouwens de scores na twee games. Zal ik even snel opnoemen en dan... Gaat Dominic denk ik de scores na 3 even doen voor jullie zometeen. Dat gaan we zo doen. Na 2 games was het 1 Erwin Victorie 1958. En dan moet ik even kijken, want de scores zijn een beetje door elkaar heen gehusseld. Hier zie ik, dus ik moet even kijken hoe ze dat gedaan hebben. Ik wist het. Nou, dan zal ik zelf even een top 3 hier bij elkaar... Kijken wie er dan 2 staat. Arend Schokker zo te zien, 1931. En 3, als ik hier zie, Michel Baars. Die had 1926. En kort daarachter Jeffrey Kingma, 1920 op de 4e plek. Dus dat was de top 4. Nou, de game 3 is nu dus afgelopen. Dus dan gaan we nou even wachten wat daar de scores zijn. En dan gaan we een absolute verschuiving krijgen in het klassement. Dat weet ik zeker, want er zijn hier een aantal hele hoge games gegooid nu. Na 3 games. Dus ik ben benieuwd wat hier allemaal gaat gebeuren nog met dat 2 games te spelen. Goed, we zullen Dominic eventjes op de microfoon erbij zetten. Voor zometeen. Wat? Ik zeg het en ik doe het gewoon. Jammer Marco, sorry voor jou. Zo, Dominic is ook weer terug. Ja hoor. Nou, jij mag zo de scores doen na 3 games. Leuk toch? Ja, heel leuk. Een beetje aan het oefenen voor je nieuwe functie, misschien voor later of niet, Dominic? Wat zeg je? Een beetje aan het oefenen voor je misschien je toekomstige functie voor later? Dat hoop ik niet. Voor de kijkers thuis die niet weten, hebben we naast mij Dominic Beverdam, winnares gisteren van het toernooi van de CD-klasse. Is pas 14 jaar oud, maar wel een toernooi gewonnen gisteren hier. Nou, je krijgt in ieder geval hier wat support, zie ik, van Johan, thuis. Go Dominic, go Dominic. Dus dat is wel leuk. Staat go Dominic. Wat zei je nou net? Als je mag, waar moet je morgen heen dan?
Waar moet je morgen heen? Berlijn. Over de landesmeisterschappen. Mijn Duits is very good, maar ik niet begrijp. Ja, singles, dan moet ik nog een. We krijgen vragen via het toernooi, gewoon even via het kleine TT-toernooi. Klopt dat? Ja, die heb ik gewonnen met de hoogste serie van 702. Kun je even aan de mensen thuis uitleggen wat het kleine TT-toernooi is? Want de meeste mensen weten het niet. Überhaupt dat bestaat volgens mij. Dat is een toernooi hetzelfde als voor de volwassenen, alleen als voor de jeugd. Oké. En dan heb je dus gewonnen? Ja. Dan heb je een ticket verdiend voor dit toernooi? Ja. En dan mocht je spelen en gewonnen ook nog. Ja, ja, beter. Wel. Leuk man. Nou, nog één bal hier te gaan. Aan het schokken. Op baan 4. Dat is een strijk. Die komt op 193 nu. En dan gaan we even kijken wat de scores na 3 games zijn. Daar wachten we nu dus op. We kunnen wisselen. 10 gaat naar 6 en 5 gaat naar 1. Gaan we even in de tussentijd. Ik weet niet of jullie kunnen horen, ze noemen de 200 games nog op, dus. Talent van je vader, Dominic. Dus. Oh ja, misschien wel, hè. Als ze met Bol ook zo is, dan gaan we nog vaak zien dat je wel gaat winnen, dat weet ik wel. Oh, nou, weet ik nog niet. Hè? Dat weet ik nog niet. Dus even kijken hier, we hebben toch wel aardig wat leuke serietjes over 3 staan, hoor. Michel Baas, 7-17. Simone Boonstra 6,85. Ben Gruisinga 6,72. Michael Sassen 7,05. Jeffrey Kingma 6,91. Dat zijn er wel een beetje de hoogste series hier over 3 gespeelde games nu. Nou, we wachten nog steeds op de scores na 3. Komen ze over zelf wel. Hebben we weer wat te melden, dan komen we zo dadelijk bij jullie terug. Gezegd, kom eraan. Maar morgenochtend ben ik er dan. Doe ik ook naar Kroatië, rijd ik ook gewoon in één keer door. Gewoon ook niet, ook echt niet naar buiten gaan, want dan ga je moe worden. Het laatste? Chill.
achter, dames en heren. Hier de top 3 van de laatste 3 games. Op nummer 1 Jeffrey Kingma met een totaalscore van 2118. Op plaats 2 Michel Baars met een totaalscore van 2115. En op plaats 3 Erwin Victoria met een totaalscore van 2099. En op de laatste plaats mijn vader Bert Beverdam met 1936. Zometeen komen we bij jullie terug als we meer informatie hebben. Dat was dus Dominic, die even de scores opgelezen heeft. Prima gedaan van haar. Toch leuk voor een 14-jarige de eerste keer doen. Zag er een beetje tegenop, maar ze heeft het toch gedaan. Hartstikke gaaf. Nou, u hoorde dus al, Jeffrey Kingma, dus de nieuwe nummer 1. 2118 en 3 pins daarachter. Michel Baas op 2, 2115. En Erwin Victory nu dus op 3, 2099. En kort daarachter hebben we ook nog Simone Boostra, 2077. En Piet Hoekstra, 2064. Jeroen Govert, 2063. En dan Michael Sassen, 2058. Nou, het kan dus nog alle kanten op. We hebben nog 2 games. En er is hier echt nog geen beslissing gevallen. ...70 pins verschil nu tussen de nummer 1 en nummer 8. Dus ja, het is nog niet klaar. Het is echt nog niet klaar hier. Michael Sassen begint in ieder geval met 3 strikes. Ben Gruizinga met 4. In deze vierde game. En Piet Hoekstra, die begint ook met 4 strikes. Nee, deze finale is nog echt niet beslist. Dit gaat op de laatste game aankomen, dat is zeker. En wie oh wie gaat TT Assen toernooi 2012 op zijn naam schrijven. Nu kijken naar Erik Holvast op baan 8. Tien pin. Erik begon echt heel erg slecht, 112. Maar ja, daarna 245, dat was een stuk beter. En de derde game 166. Moeten we
wel zeggen, een hele goede serie hier van Michel Baas hoor. 2.27, 2.33, 2.57. Zo'n beetje de enige die alles 200 wist te gooien. Ook Michel Stinnissen, 2.32, 2.04, 2.03. Was ook alles 200. Ik zie de overige spelers hadden ook een wat lagere game. Dan wel de eerste, dan wel de tweede, dan wel de derde. In ieder geval op baan 10 Piet Hoekstra aardig bezig. 7 strijks en een spare. Ben Gruizinga 6 strijks. Ook Michael Sassen 6 strijks beginnen. Links in beeld Michael Sassen. Kijken of hij er 7 strijks van kan maken. Ja hoor. Perfect pocket. Nicole Sanders. Kijken we naar Simone Boonstra. Ook toch wel aardig bezig weer hier in de finale. Strijk open. Strijk. 4 strijks. 9. Met de spare. Kan ze ook weer een goede 200 game zetten. En dan hebben we natuurlijk nu Ben Gruizinga in beeld. Links in beeld hier. Staat op 6 strijks op rij. Net niet. De 8 pin die blijft staan. Een 9'tje dus. En dan gaan we natuurlijk weer even kijken naar Michael Sassen. Die staat er nu het mooist voor. Met 7 strijks op rij. En gaat zich opmaken voor de 8e. Links in beeld. De linkerbaan. There we go.
Ook die is perfect in de pocket. 8 strijks op rij Michael Sasse. En dan gaat natuurlijk de vraag alweer reizen. Gaan we nou dan toch eindelijk weer eens een keer een 300 game zien hier? Ik moet zeggen, we zitten er erg dichtbij hoor deze week. Ik heb zoveel hoge games gezien. Dat je bijna wel zou denken dat er wel een keer een 300 zou moeten vallen. Gisteren bijna één iemand die hem gooide. Gooide 2,89. Net dus Nicole Sanders. Lid van het Nederlandse team. Uit de 7 bestaan. En hier hebben we een ander lid van het Nederlandse team, Team Holland. Joshua Schuurman op baan 3. En dat is ook perfect pocket. En hier de leider naar de voorrondes. Erwin Victory. En die chopt hem. Hoi. Nu gaan we naar kijken naar Michael Sasse. Terwijl we eerst Erik Hof als symbolen. Dan nu Harry Sanders. En nu Michael Sasse. Let op links in beeld. 8 strijks op rij. De 9e krijgen. Ja hoor, 9 strijks op rij Michael Sasse. Heel dichtbij een 300 op de camera. Heel dichtbij. Ik ga in ieder geval even de laatste ballen van Michael Sasse opnemen. Ik zou zeggen, blijf kijken. Ik kom zo bij jullie terug naar de laatste ballen. Dus laten we hopen dat het nog gaat worden. En ik zie jullie zo.
Echt mensen, geweldig dit. Zo gaaf. Michael Sasse, 300. Dit is gewoon top. Die jongen begint net gewoon weer met bowlen. En alle toernooien, echt bijna alle toernooien, gewoon de finales. En gewoon hier een 300 weten te gooien. Echt geweldig. En natuurlijk op camera dus. En ik heb hem helemaal opgenomen. Ik zal straks even kijken of we de laatste drie ballen perfect in beeld. Superieur dit. Echt super. Komt daarmee op het totaal in deze finale van 1005 over 4. 251 gemiddeld momenteel. Nou, die gaat echt stijgen nou. Michael stond net. Zevende, ja, die komt zo goed als zeker die top 3 binnen nu. Super dit, echt super. Toch nog een 300 op de camera. Geweldig. Dat kunnen jullie niet zien, maar de mensen hier in de bowling staan er allemaal ook echt versteld van wauw. Kijk, je zag het natuurlijk aankomen, maar juist bij hem, dat verwacht je gewoon eerlijk gezegd niet. Dit is altijd mooi. Altijd leuk op het toernooi in 300. Michael Sasse dus, een 300 game voor de mensen die net inschakelen. En de verwachting die ik al had... Komt dus toch nog uit, juist in de finale. Want ik zei al, in de voorrondes ook, eigenlijk mis je hier nog een 300. Er worden zulke hoge games gegooid soms. Dat je echt denkt van, nou, die 300 die gaat gewoon een keer vallen. En het is nu gebeurd, juist in de finale. Maar nu zijn we dus benieuwd wat er dus na 4 games gaat gebeuren. Want we gaan echt een andere stand krijgen, dat weet ik wel zeker. Ik zal eens even kijken of ik hier wat kan zien. Wat we van scoretjes weten. Kijk, Ben Gruizegaan hier gooit ook 268. Dat is ook niet mis. Dus even kijken of een aantal mensen. Michel Baas, 193. Ja, die gaat inleveren. Die stond tweede. Die gaat echt inleveren. Want Sasse gaat er 100 pins bij komen. Ja, Michael Sasse staat zeker weten, zover ik weet, boven Michel Baas nu. Maar we wachten even af op die stand na 4 games. Zeker omdat hier een aantal mensen nog bonus hebben per game. Maar het geweldigste moment natuurlijk van de hele finale. Michael Sasse, 300. Super. Heel erg leuk. Nou, nog 1 game te gaan en dan gaan we weten wie het toernooi gaat winnen. Dus ik zou weer zeggen mensen, we hebben nog 1 game. Jullie mogen thuis natuurlijk allemaal weer in de chat roepen wie die gaat winnen hier. En als ik hier zo naar die serie zit te kijken, Sasse dus 1005, Simone Boostra 9-11, Ben Gruizegaan 9-40, Michel Baas 9-10, Erwin Victorie 212, Arend Schokker 213, Jeffrey Kingma 9-16 zie ik hier, ja die staat nog wel goed ervoor, die blijft ook nog wel in de top 3. Ben Gruizegaan 200. Je hoort hier dus de games. Joshua Spuurman 236. Bij jou staat 1351. Jeffrey Kingma 225. Sven Steenbekkers 225. Piet Hoekstra 257. Erik Kok 202. Nicole Sanders 236. Harry Sanders 212. En natuurlijk de perfect score van Michael Sassen 300. En u hoort het. Nogmaals, Sasse 300, maar ook enorm veel 200 games hier. U mag wisselen van baan en zo gauw de naam op de juiste plek staan. Starten met uw laatste vijfde game van de finale. En ik zal hem niet onthouden, dat beloof ik. Na de finale ga ik de laatste 3 ballen van Sasse instarten. Ook hier natuurlijk live. Blijf vooral kijken, want dat was met de andere camera. Helemaal meegelopen, meegezoomd. De laatste 3 ballen, de 10e frame dus van Michael Sasse. Dat doen we dus na deze 5 games. Maar we wachten dus de score na 4 games. En dan gaan we rekenen. Dan gaan we eens kijken wie hier het toernooi gaat winnen. Gisteren dus Dominique.
Dominique Beverdam. En vandaag, we weten het niet, en Sasse begint weer met een strijk. Ja, die kan zijn lol niet op. Dat was wel duidelijk. Ik ben echt benieuwd waar hij nou staat. Ah, die gaat, die wordt zo hoog. Knalt er allemaal in. Natuurlijk Michael Sasse spelen met de hammer. Taboo Black Jet. Nou, dan gaan we voor de tweede strijk. Nee. Laat de 2-8 staan. Het blijft dus bij 13 strijks op rij hier wat we zagen. Maar goed, het kan nog steeds 2,78 worden natuurlijk. Maar ik wacht op de score na 4 games. Heel benieuwd wat er nou gaat gebeuren. En dan gaan we proberen bij te houden allemaal. Wie dit toernooi gaat winnen. Ik zal even kijken of ze kan bemachtigen. Kom ik zo dadelijk bij jullie terug. En we zijn heel snel. En dit gaat echt leuk worden. Luister goed. Nummer 1, Jeffrey Kingman, 23,59. Daar komt hij. Nummer 2, Michael Sasse, 1 pin erachter, 23,58. Nummer 3, Piet Hoekstra, 23,29. Dat is ook nog mogelijk. Die kan zo nog eerste worden, want er zit maar 30 pins verschil tussen. Nummer 4, Michel Baas, 23,25. Dat kan ook nog steeds eerste worden hoor. Geen probleem. Nummer 5, Erwin Victory, 23-24. Dat zou eventueel ook nog kunnen. En daarachter, ja, dan wordt het al een stuk groter, het gat, zeg maar. Op 6, Simone Boostra, 23-16. 7, Ben Gruisegaan, 23-15. Maar goed, die kunnen nog wel in die top 3 komen. Maar het gaat natuurlijk, wie wint dit toernooi? Dat wordt echt zeer interessant. En we moeten even kijken. Jeffrey Kingma heeft een bonus van 16. Michael Sasse dus 0 bonus. Piet Hoekstra heeft 8 bonus. Michel Baas heeft 17 bonus. En Victory 13 bonus. En Simona Booster ook 13 bonus. Dat zijn nog steeds de kanshebbers, hebsters, om dit toernooi te gaan winnen. En we gaan het nu allemaal proberen bij te houden. Wie waar komt, wie wat gooit. In eerste instantie gaat het nu dus even tussen Jeffrey en tussen Michael. 1 pin verschil dus tussen de nummer 1 en 2 nu. Nou, laten we die 16 bonus maar mee rekenen. Dat zou dus betekenen dat we nu 17 pins verschil hebben tussen Jeffrey en tussen Michael. Daar gaat het nu om. Daar gaan we onze focus even op zetten op de eerste 3-4. In de serie van Michael Sasse 1005. Ja, dat is echt een serie hoor. 248, 189, 268 en 300. Ja, je zou haar zeggen, waar komt die 189 dan vandaan? Maar ja, soms heb ik vandaag ook gezien, heb je een baantje waar het even net niet even mee zit. De bal vaak iets te hoog komt en je snel een split om de oren krijgt. Of een washout. Of een rollout.
En met een paar mensen dan ben je zo gezien. Michael Sasser, strijk. Dat weten we. Even naar de andere kant kijken. Jeffrey King, maar want die staat veel verder weg. Die is begin met spare open. Strijk. En hij heeft natuurlijk nog die 16 bonus. Hè? Dat weten we in ieder geval. Even kijken of we Piet Hoekstra zien in nummer 3. Die begint met spare. Komt nu met zijn vierde bal hier van links. En dat is een strijk. Spare, strijk. Piet Hoekstra, de nummer 3 dus op dit moment. Dan kijken we even naar Michel Baars wat die doet. Die begint met open, spare. Ja. En aangezien de 1 en 2 daar al... 3 strijks nu hebben staan in deze game. Met een verschil van zo'n 30 pins. Het is natuurlijk nog niet klaar. Jeffrey King maar nou na zijn spare en zijn open 4 strijks. Als hij zo doorgaat, dan gaat hij gewoon het toernooi winnen. En Michael Sasser moet nu gewoon gaan strijken voor de winst. Hij hem dus weet uit te strijken, kan Michael op 280 komen. Ja hoor, Messenger Michael Sasser. 3 strijk achter zijn spare aan. Kan nog steeds voor de 280 gaan. Mocht hij die weten te gooien, gaat hij zeker weten winnen. Dat weten we zeker, want dat Jeffrey een open gegooid heeft. Naar zijn spare. Daarna wel 4 strijks gooit. Het is nog niet klaar. Maar als Michael Sasser deze game ook nog weet uit te strijken, wint hij het toernooi. Jeffrey Kingma trouwens spelend op baan 10. Kan ik helaas niet zien in, vanaf hier op beeld. Maar we proberen de scores een beetje in de gaten te houden. En zoals kijken of Dominic de games wil op gaan schrijven zometeen als we zover zijn op het einde. Dan kunnen we eens even kijken wie er nou gaat winnen en wat de verschillen zijn. We zijn nog niet zo ver. We zijn in frame 5 op de meeste banen. En ik zie dat Jeffrey al in frame 7 is volgens mij. Zo zie. Die gaan hard daar hoor. En echt waar, hij heeft weer een strijk Jeffrey King. Maar 5 strijken achter ze open. En nu is het in principe het woord aan Sasser hier op deze baan. En die moet gewoon gaan strijken. Klaar. En laat een 10 pin staan. Oei. En nou heeft dus Jeffrey King maar het voordeel. Die heeft nu het voordeel. Ondanks zijn 16 bonus. Mocht Jeffrey dus weten te winnen, hebben we wel weer iemand uit deze regio. Na Dominic, ook uit deze regio, dan zal Jeffrey de tweede zijn. Michael Sasser spare in ieder geval. Even kijken, Jeffrey King maar weer een strijk. Ja hoor, weer een strijk en dat is nummer 6. Jeffrey King maar 6 strijks op rij. Ja, als hij zo doorgaat, dan wint hij. Dan gaat hij echt winnen als hij hem uitstrijkt, dat weten we zeker. Omdat Michael Sasser zojuist een spare gegooid heeft. En levert daarmee die 20 pins nog even in. Die Jeffrey met die open al ingeleverd had. Maar goed. Hij heeft natuurlijk het
voordeel dat Jeffrey, dat hij dus 16 bonus heeft. Dus ja. Die zitten dus aan de 9e frame zo te zien. We houden even de camera op Sasse. Want hier gaat het om. Of Michael Sasse gaat waarschijnlijk winnen. Of Jeffrey Kingma gaat hier winnen. Jeffrey Kingma helaas helemaal in de hoek. Aan de rechterkant. En Sasse strijkt in ieder geval. Het blijft nog spannend. Het blijft echt nog spannend. Het is nog niet klaar hoor. Eens kijken of Jeffrey Kingma weer een strijk weet te gooien. En dat doet hij. Ja, en nu is hij echt dicht bij de overwinning. We gaan even kijken wat Jeffrey heeft. Er wordt even voor me geregeld, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik denk, uitstrijken is zeker weten winnen. Dat weten we zeker. Het komt nu op de laatste frame aan, sowieso bij Jeffrey. Dan weten we dat. En ik hoor net, hij heeft met al die strijks 206 in 9 nu staan. En moet dus de 10e frame. Ja, in principe strijken is sowieso genoeg. Dan maakt het niet uit wat Michael Sasse gaat doen. Bij niet strijken, dan komt het op deze baan aan. Waar u nu naar kijkt, naar Michael Sasse. En dat wordt heel interessant. En nu even wachten naar de spare van Sven Steenbergs op die baan. En daar gaat hij dan komen. Jeffrey Kingma, gaat hij dan ook dit toernooi winnen? Eén iemand dus uit deze regio. Dat zal wat zijn. We hebben dus twee mensen uit deze regio die dit toernooi op de naam schrijven. Terwijl Dominic hier naast me enorm aan het lachen is. Ik denk, dit is heel erg leuk. Die vindt het natuurlijk geweldig. Maar we gaan kijken naar Jeffrey's 10e bal. En dat is niet goed. Een split. Is het een split? Ja, het is een split. Het is een 7 split. Ik kan niet zien vanaf hier welk het is. Maar volgens mij is het de 4-7-10. En dat is zo, wordt hier al gezegd. De 4-7-10 voor Jeffrey Kingma. En dit kan als Sasse hem dus nu uit weet te strijken. Dan gaat Sasse dus winnen. Nou wordt het echt interessant. Nou wordt het heel leuk. Even kijken. En Sas heeft 9. En een spare. Voor Sasse. En dan gaan we kijken wat de maximum score voor Sasse is. 2-31. Jeffrey Kingma heeft in ieder geval 2-31. Komt nog met zijn 16 bonus erbij. En dat zou betekenen dat Michael Sasse 2,49 zou moeten gooien. En we gaan eens even rekenen zometeen of dat kan. En Sasse mist hier zo. Oi, oi, oi. En dit betekent Jeffrey Kingma is absoluut de winnaar van dit toernooi. Afgelopen. Jeffrey Kingma wint dit toernooi Assen. Wat een dure missen van Michael Sasse zeg. Maar dan eens even te kijken. Want dan was hij dus op 178 kunnen komen. Nee, nou had hij het ook niet meer gehaald. Dan had hij nog 60 pins erbij gehad. Dat had niet gehoeven. Hij had hem uit moeten strijken. Dat is duidelijk. Nee. Jeffrey Kingma wint TT Assen 2012. Uit het noorden dus, zegt Dominic hier. Hier ook een hele goede game aan het gooien. Simone Boonstra. En Simone die staat zesde. En dus even kijken wat die allemaal op eruit komen. Want hier is het nog lang niet klaar. Jeroen Grover trouwens. Die kan ook 2,79 gooien. Maar ik ben wel eens benieuwd wie er nou tweede gaat worden. Maar we weten de winnaar dus. Dat is bekend. Per voor Simone Boonstra. En Simone Boonstra die kan 2,59 gooien. En het zou zomaar kunnen dat zij in één keer in die top 3 staat. We gaan eens even kijken wat hier allemaal gaat gebeuren mensen. Want nu komt het eraan wie de 2 en 3 worden. Sasse lijkt het voordeel te hebben. Lijkt. Maar net een misser gegooid van Michael. En Simone komt heel dichtbij.
En strijk voor Michael Sassen in 9. Staat nu op 177 met die strijk. Simone Boostra staat nu op 219 in 9 met een spare. Terwijl Jeffrey King maar hier alle felicitatie krijgt achter ons. Ja, dat is al duidelijk. We kunnen Dominic wel even vragen of ze even naar Jeffrey gaan natuurlijk, want die kennen ze wel. Even kijken of we die hier aan de microfoon kunnen krijgen. Dat gaat Do wel even regelen voor ons. Dus we wachten even acht. Het is voor de gezelligheid. Natuurlijk leuk, want hier wordt nog gebold. En een strijk voor Simone Boonstra in 10. Oei, en nou wordt het echt interessant. Die staat echt op hoge high game te gooien hier. Simone, niet vergeten, want die heeft ook nog bonus erbij. 13 bonus, hè. Wij proberen even te kijken wat de rest doet. Michel Baas, 189, komt absoluut niet in de top 3, dat weten we al zeker. Piet Hoekstra, die staat in de top 3, staat ook goed te bowlen. En ik hoor zojuist dat onze winnaar hier, Jeffrey, gaat in ieder geval voor de microfoon bij ons komen. Toch eens even vragen wat hij allemaal gedaan heeft vandaag, want dat zag er echt goed uit hoor. Gewoon het toernooi winnen. Mooie serie. 9-16 over 4. Strijkt hem uit. 11-47. Prima hoor, over 5. Dat is niet mis. Nou, we noteren in ieder geval Simone Boonstra. 2,49. Nou, eens even kijken wat de rest bolt. Erwin Victorie stond ook nog goed hoor. Echt, en nu lage game voor hem. En nou gaat het er even om. Ik denk dat het hier nu even gaat tussen en Simone Boonstra en Michael Sassen en Piet Hoekstra. Wie 2 en 3 worden. Daar gaat het nou om. Want Sassen is zojuist klaar. Sassen komt op 2-16 en Piet Hoekstra die staat daar echt kort achter. Hij heeft wel 8 bonus. En wat doet hij nu? Een strijk voor Piet en dat betekent 2-47 met zijn 8 bonus. ...2,55 en dat betekent dat Piet Hoekstra stijgt naar de tweede plek. En nou moet ik even kijken waar Michael Sassen nu uitkomt. Of hij nog wel bij de top 3 blijft. En weer Victorie, die kunnen we afschrijven. Die gaat op 170 ergens komen. Dat gaat niet meer lukken. Die komt niet in de top 3. Ik zal even gaan rekenen hier. Wie wordt de top 3 van het TT-toernooi in Assen? En het ziet er naar uit.
Ja. Ja, en wij weten het. De top 3 TT als de luistergoed is 1. Jeffrey Kingma, 26.06. 2. Piet Hoekstra, 25.84. En 3. Simone Boonstra, 25.78. Michael Sasse, 4. 25.74. Dat is de top 4 eigenlijk. Dus Sasse net buiten de top 3. Ondanks zijn fantastische 300 hier zo. Wij weten het al. Dit wordt onze top 3. 1 dus Kingma. 2 Piet Hoekstra. 3 Simone Boonstra. Goed, ik kom zo dadelijk bij jullie terug. Waarschijnlijk wat interviews. Blijf zeker online. We gaan nog eens even kijken of we de 300 van Sasse terug kunnen halen. De laatste 3 ballen zal ik er proberen even in te knallen. Is helaas zonder geluid, maar dat maakt niet uit. Gijs van der Vlis, 244. Komt helemaal goed. We gaan er nu aan werken en ik kom zo dadelijk bij jullie terug. Blijf online. Jeffrey Kingma, 231. Piet Hoekstra, 247. Erik Kop, 210. Michael Sassen, 216. Nicole Sanders, 223. En Erik Holvast, 206. Iedereen bedankt voor de sportieve deelname. En wij zullen de scores zo snel mogelijk verwerken. En overgaan tot een prijsuitreiking. Daarmee zullen we dus zo bij jullie terugkomen. Goed, terwijl we hier nog even kijken. De laatste ballen, Michael Sasse en 300 game. Beetje pre-shot routine en dan komt balletje nummer 11 zometeen.
for the viewers overseas or other countries, you're looking at TT Tournament Assen. We got a winner, Jeffrey Kingma. While you see now Michael Sassen. That's a replay, throwing his 300 game here, just in these finals. And we see number 12 now. Strike number 12. There we go. And it hits in. That's number 300. Michael Sassen, 300. All right. Just waiting for the prize fund now. And we'll put in some music and let's see how we can get Jeffrey Kingma here. I think he's celebrating now a lot, but be patient. Goed mensen. We wachten dus op de prijsuitreiking. Ik zal kijken of Jeffrey Kingman nog weet te pakken te krijgen. Als het goed is, moet lukken. Dan gaan we even vragen wat er allemaal gebeurd is vandaag. Want het is toch wel gaaf hoor, als je zo'n toernooi weet te winnen. We wachten hier even en ik kom zo dadelijk bij u terug, mocht ik meer nieuws en dergelijke hebben. Tot zo. Mensen, bij me aangeschoven de winnaar van TT Toernooi Assen 2012, Jeffrey Kingma. Jeffrey, geweldig jongen. Ja, dankjewel. Dat heb je goed gedaan vandaag. Ja. Vertel eens hoe je die finale gespeeld hebt, joh, want dat was gewoon knallen. Ja, nou, de eerste game ging hartstikke lekker. De tweede game kon ik niet echt mijn strike vinden. Dus, 9 spare, 8 spare. Beetje uitboden, 188 nog. En daarna liep het weer gewoon weer als een trein. Ja, dat was echt fantastisch. En het ging echt tussen jou en Michael. Je wist je dat je nog maar 1 pin voor stond op Michael, voor de laatste game, wist je het? Ik kreeg op een gegeven moment te horen dat ik 1 pin voor stond op Michael. Dus je wist het wel. Hij had die 300 gehoord. Ik dacht van, die is helemaal zijn spel natuurlijk. Ik moet gewoon een game uittrekken. Ja. En op een gegeven moment zag ik hem een single pin missen. En toen zag ik al te rekenen van, hij kan 2,27 halen, ik had 2,31. Van, ik heb hem. En je had je bonus nog, hè? Ik had mijn bonus nog, ja. Dat scheelde wel.
Ik zit hier te kijken, je bent totaal van 2606 als we goed gerekend hebben hier zo. Nou, dat is echt goed hoor. En even kijken, kort daarachter is toch nog geen Sassen. Piet Hoekstra is tweede geworden. Ja, mijn teamgenoot in de vijfman. Ja, ook nog. Dus, ook nog. Dus voor jullie dubbel succes hier in Veen, in Assen hè? Ja. Hartstikke mooi hoor. Hey, welke lijn heb je gespeeld? Ik heb tweede RO ongeveer. Ja, waarheen? Echt naar buiten de bal? Ja, echt naar buiten. Een beetje vijfde boord. Mm-hmm. En nou, gewoon naar midden laten komen. Nou. Welke bal heb je gebruikt? Ik heb de celpul. Celpul, oké. Een wat oudere bal. Ja? Ik heb hem ook al een paar jaar. Ik heb wel mijn nieuwe materiaal in de voorronde gestaan, maar ja, ik had niet echt een goede reactie. Of nee. Te veel. Ja. Ja, van ik pak een wat oude balletje. Nou, en gewoon rustige een lijn gooien. In plaats van heel veel inzet de auto of zo. Gewoon rustig naar achter. En dat werkt goed. Ja. Zeg, ik hoorde trouwens ook nog dat je vandaag druk gewerkt had, hoorden we hier. Ja, dat klopt. In verband met de TT in Assen zijn we langs de TT-camps gegaan. Ja? Nou, moesten we hekken, dranghekken en dat soort dingen moesten we afleveren. En om 9:30 begonnen, 4:30 vrij. Nou, snel naar huis toe, eten. En dan moest ik hierheen. Dus naast de game had ik het wel zitten hoor. Ja, dat geloof ik best. Maar goed, want je had... Ik zag van hier, want we zaten kijken natuurlijk helemaal op baan 10. Dat was moeilijk te vormen. Je begon met de span open en toen daarna wel strijks. Maar wij zaten altijd te kijken. Ik denk, nou, als Sas hem uitgestrijkt, dan wint hij hem. Dat was zeker. En ja. Ja, totdat hij de 9 eigenlijk gooide. En ook nog daarna nog een 9 mis. Ja, toch was het bijna wel klaar. En jij gooide daarna nog, maakte het nog spannend in de 10e frame. Ja, want ik strijkte hem van 3 tot 9. En in de 10e... Gooi ik, ja, een iets te slap balletje. Nou, ging er dwars doorheen. En nou, ik speelde hem dan niet. Maar ik zat al toen te rekenen. En toen dacht ik van, ik heb hem. Toen Sasse die single pin miste. Ja, toen was het eigenlijk klaar. Ja, en we hadden nog een ander. Want die is nog derde geworden. Als we ook goed gereden. Simone Boonstra zelfs. Komt van 6 toch nog 3. En Sasse buiten de top 3. Oké. Okay. Dus als we het goed gerekend hebben, zeg ik. Zullen we het zo wel kijken. Maar waarschijnlijk wel. Dus we krijgen toch nog een verrassende top 3 hier eigenlijk. Anders dan eigenlijk verwacht van tevoren. Ja. Hey, had je trouwens al een toernooi gewonnen in Nederland? Ja, 2 stuks. Welke? Drachten de Kade. Ja. En tweede klasse Deventer Open. Deventer Open. Tweede klasse Deventer. Ja. Klopt. Ja, inderdaad. Hadden we ook nog op de livestream. Klopt helemaal. Ja. Nou, terwijl we hier kijken naar nog wat slow motion beelden van vandaag. Zien we nog wat leuke spelletjes gooien. Mooie lijntjes, mooie hoeken en zo. Ja, jij staat er helaas niet op, Jeffrey, sorry. Maar nou ja. Ik wou zeggen, blijf even kijken dat je zelf voorbij komt. Maar ik weet, ik heb vandaag natuurlijk geen voorronde gespeeld hier. Hè, dus nee. Helaas. En van de finale, ja, sorry, ik had er zelf niet echt veel tijd voor om mensen wat op te nemen. Ik heb dan wel de 300 van Sassen erop staan, de laatste 3 ballen. Want dat was er wel speciaal. Moet natuurlijk wel even op de camera hebben. Die staan er dus mooi op. Die gaan we straks even uploaden op YouTube. Komt helemaal voor elkaar. Dan zien jullie vanzelf op mijn Facebook staan. Hey, ik zou zeggen... En nou feesten of niet? Jazeker. En volgende week TT, hier zo? Absoluut. Ja, leuk dat is, man. Dat is vanaf woensdag tot en met zaterdag gewoon feesten. Ja. Ga je nog meer spelen volgend jaar, toernooien? Ja, natuurlijk wel. Ik stijg natuurlijk wel wat op mijn pas, dus wat minder bonus. Maar goed, dan moet ik het gewoon waarmaken. Maakt niet uit, hè? Ja, dan precies. Moet ik het waarmaken. Ja, ja. Veel trainen, hè? Veel trainen. Komt helemaal goed. Ja. Ja? Hey, hartstikke tof, jongen. En bedankt voor je interview. Leuk dat je even hier wou komen. Ja, graag gedaan. En ik zou zeggen, we zien je zo op het podium wel. Dus mensen thuis blijven even kijken. We gaan Jeffrey zometeen echt zien bovenop het podium. Op de hoogste positie natuurlijk, nummer 1. Ja. Geniet ervan, jongen. Zal ik zeker doen. Toi toi, hè. Hey, bedankt Marco. Hoi, hè. Hoi. Goed, mensen. Dan gaan we even verder. Terwijl we nog even kijken naar wat slow motion beelden hier zo. Gaan we de muziek er weer even een beetje intunen. En dan wachten natuurlijk op de prijsreiken. En dan gaan we Jeffrey natuurlijk weer zien. Wilt u de prijsreiken niet missen? Blijf online. Bij deze ga ik wel start record, afsluit stream. Die kunt u morgen nog even terugkijken allemaal. Kunt u nog genieten van de TT-finale. Mocht u wat gemist hebben, zeker even kijken. Absoluut de moeite waard. We hebben dus een 300 game van Michael Sassen live on cam. Bij deze wil ik u alvast bedanken voor het kijken. Geweldig dat jullie er allemaal waren. En tot waarschijnlijk volgende week. Dan gaan we de finale van de NBF Bowling Tour krijgen. Wie daar precies in zit, weet ik nog even niet. Daarvoor verwijs ik u naar de NBF site.
Die zal er waarschijnlijk maandag of dinsdag wel opstaan. En dan weten wij wie daar gaat strijden voor het mooie ticket van de AME World Cup. Want de winnaar gaat daarheen en die mag ons land gaan vertegenwoordigen op de AME World Cup. Nou, tot zover bedankt. En we wachten op de prijsuitreiking. En voor zover, tot ziens.